Maar wat doen we ermee? Hart voor de K-buurt, wat doen we eigenlijk? Nou, we zijn op 4 grote trajecten bezig. Die fysieke inrichting van de buurt, het plein, maar ook deze ontwikkelbuurten. Met gebiedsontwikkeling, met een heel stuk veranderde overheid van onderop. Van waarom luisteren ze nu niet? En onszelf organiseren, want dat is ook belangrijk. Iets anders heel groots, en ik ben blij dat Eventia hier zit. Eventia is woordvoerder. Ik had het eigenlijk videootje nog in willen zetten. Wij zien heel erg dat de jongeren hier te weinig kansen krijgen. Ze worden vaak als probleem gezien, maar oh, hebben ze talent. Het is werkelijk absurd. En wij denken dat we daar veel meer mee kunnen doen als buurt. Vandaar, de buurt heeft ook jongeren als absolute prio nummer 1. Dat was van vorige zomer op de priolijst gezet. Dus wij gaan echt voor een jongerencentrum 1104. Vanuit de jongeren en voor de jongeren. Wat aansluit bij de jongeren. Ik ben heel blij dat je dit bent. Super.